Hoogspeed komt eraan. Perspiet is geland. Kijk. Zo, daar zijn we dan. Zo, Perspiet. Hupplakkik. Nou, dat was mijn vluchtje wel, zeg. Een behoorlijke afstand vanuit Spanje. Perspiet, hallo. Hallo. U bent Albertje Kweetgraag? Ik ben Albertje Kweetgraag. Nou, kijk eens aan, zeg. Wat fijn dat u er bent. De pepernoten. Die ja, zeker de pepernoten. Wat fijn, zeg. Dag allemaal. Zo, nou, dan gaan we eens even kijken waar iedereen is. Zou je mij willen helpen? Ik ga met u mee. Oh, dat is aardig. Goedemiddag allemaal. We zijn blij dat we na zo'n lange reis, want het was wel een stukje vliegen, hè? Ik weet niet hoeveel kilometer, maar we hebben een aardige stops moeten maken. Nou, heb ik begrepen, piloot, dat er allemaal mensen zijn hier die er iets over willen vertellen. Wat geweldig. Dat lijkt me ook. En er gebeuren zoveel dingen. Een van die dingen is bijvoorbeeld een heus Sinterklaasjournaal. Wow. Ah, Wiebertje. Ach ja, natuurlijk, nou zie ik het. Ik ben helemaal in de war. Dag Wiebertje, kom er even bij. Zo, even kijken hoor. Het journaal, en ik moet natuurlijk aan Sinterklaas alles goed overbrengen. Mevrouw Wiebertje, kunt u mij vertellen wat er precies gaat gebeuren? Zeker, dat kan ik. Wij zijn voor het eerst sinds 9 jaar... onder de bevliegende leiding van Willem van der Werf van parkstadveendam.nl en Jan Doddema van Studio 9 gaan wij beginnen met het Parkstad Sinterklaas nieuws. En dan gaan wij de intocht verslaan van Veendam en van Wildervank en we gaan alle gebeurtenissen van Sinterklaas en Zwarte Piet uitzenden. Met hoeveel mensen doen jullie dat? Nou, wij zijn bezig met zeker ruim 30 vrijwilligers om dat allemaal netjes van start te laten gaan volgende week. En dan zijn wij te volgen via YouTube, Facebook. Oh, leuk. Ja, Parkstad Veendam Facebook. En natuurlijk ook via RTV1 en SKV. En kunnen wij dat al, vanaf wanneer kunnen wij dat volgen vanuit Spanje? Want ik wil dat heel graag zien. Ja. Dat gaat vanaf maandag. Maandag gaan we daarmee van start. Dan ik ga dat doorgeven aan Sinterklaas en dan zorgen we dat je alle informatie krijgt. Echt heel erg bedankt, hè? Bedankt. Zo, dat is toch mooi, zeg. En nou heb ik ook begrepen dat er is ook een vereniging, een groep, die ervoor gaat zorgen dat Sinterklaas goed gaat aankomen. En nou heb ik begrepen dat Gerrie daar ervoor is. Mevrouw Gerrie. Ja, daar is ze. Zie je dat? Dat is mevrouw Gerrie. Ja. Dag mevrouw Gerrie. Ik heb begrepen dat jullie al drukdoende zijn om alles te regelen voor de grote intocht met de boot. Ja, wij zijn al drukdoende. We hebben al een mooi programma duidelijk gemaakt naar de kindjes. En wij gaan natuurlijk Sinterklaas in onze mooie haven in Veendam verwelkomen als hij met de boot aankomt. En als wij daar met Sinterklaas samen zijn en alle kindjes hebben kunnen genieten van dat hij aankomt, dan gaan ze nog even een rondje door het winkelcentrum van Veendam. En dan hebben we op het mooie plein nog een show en een momentje dat Sinterklaas de kindjes ook nog even van de kindjes kan genieten. Het klinkt als een fantastisch plan. Vorig jaar waren we natuurlijk ook in Veendam en dat was echt super gezellig in Veendam. En ik moet zeggen dat jullie er altijd een enorm feest van maken in Veendam. Ja, wij maken er een heel groot feest van. Sowieso met alle ondernemers in Veendam op het plein. Maar ook in de winkels zelf. Dus wij proberen altijd allemaal aan te sluiten. En wij willen gewoon weer heel gezellig met de kindjes genieten van dat Sint weer in Nederland is. Dat ga ik zeker doorgeven aan Sinterklaas. Nou, super dat u daar even over wou vertellen, mevrouw Gerrie. Echt heel fijn, hoor. Dankjewel, hoor. Dankjewel. Zo. Er zijn zoveel dingen in Veendam die leuk zijn. Eén van de dingen is bijvoorbeeld in het Autorama Center. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Ja, jij regelt hier toch alles, hè, Albertje. Ja. Ja, maar is de meneer van de Albert Heijn is hier. Oh, ja, daar staat hem. Ach, hallo. En u bent? Mario Willems. Mario Willems. Nou zie ik het. Wat ben je een grote jongen geworden. Lekker doorgegroeid afgelopen jaar. Ja, zeker. Ja. Mario.
Zeg Mario, kun jij vertellen wat er precies allemaal in het Autorama gaat gebeuren? Nou, er gaat ontzettend veel gebeuren, Zwarte Piet. Ja. En kun je een voorbeeld geven? Nou, er staan natuurlijk heel veel winkels al open. Met allemaal cadeautjes, maar ook lekkere dingetjes. En voor de kinderen worden er ook activiteiten georganiseerd. En wanneer precies? Er zijn 2 zaterdagen. En dan kunnen ze zelfs een Pieterdiploma gaan ontvangen. Dan moeten ze activiteiten gaan doen, zoals jullie dat ook heel goed kunnen. En als ze het heel goed doen, dan krijgen ze zelfs een Pieterdiploma. Ik zal ervoor zorgen dat ze de Pieterdiploma's bij zich hebben. En dat is 2 zaterdagen. Dat klopt helemaal. En er staat zelfs een hele grote stoel dan ook klaar voor Sinterklaas. Dus als hij tijd heeft, komt hij vast ook bij ons langs. Oh, dat zal toch leuk zijn, hè? Ik zal eens aan Sinterklaas vragen of het in zijn agenda past. Op de 2 zaterdagen. En dat is de zaterdag nadat we in Nederland zijn gekomen? Ja. Nou, super. En ik begreep dat u heel veel cadeautjes heeft en heel veel lekkers ook in uw winkel. Dus dat moet helemaal goed komen. Komt helemaal goed. Jullie zijn welkom. Ah, dus als we tekort komen, kunnen we even bij Utrecht. Heel fijn. Nou, super bedankt, hè, meneer Mario. Misschien is het ook leuk, want de wijkvereniging in Zorgvliet... Ja? Die gaat ook weer een feest organiseren. Oh, echt waar? Ja, wij hebben het echt dit jaar weer zo druk. Daar staat hij. Kijk, daar staat hij. Dag, hoe is het met u? Goed. U bent ook al zo groot geworden, zeg. Jongen, dat is alweer lang geleden. U bent van de wijkvereniging Zorgvliet nu. Ik ben Evert Bakker, ik ben voorzitter van de wijkvereniging Zorgvliet. Wij organiseren in Dukdalf op 23 november om 2:30 middags een kindermiddag in het teken van Sinterklaas. En ook Sinterklaas komt dan nog langs met al zijn pieten. Ja, dat weet ik. En we hebben dan een spellencircuit. Oh. En als men die goed volbrengt, kan men een cadeautje halen bij Sinterklaas. En ook hebben wij een circuit, een aparte circuit, waar ook de kinderen een pietendiploma kunnen krijgen. En er wordt ranja geschonken en suikerspinnen voor de kinderen. Dus knutselmiddag zijn knutseltafels voor de kleintjes. Nou, dat klinkt toch allemaal weer fantastisch. Dat is weer een heel groot feest. Ja, dat is de 23e, hè? Ja, vanaf 2:30. Ik moet dat wel even doorgeven aan Sinterklaas natuurlijk. 2:30. Maar jullie doen ook veel meer in Dukdalf, hè, voor de kinderen. Jazeker, wij doen nog veel meer voor de kinderen. Ja, precies. Gisteravond hebben we nog weer een kinderdisco gehad. Kijk, zie je wel. Dat tot en met 13 jaar, waar 220 kinderen op af zijn gekomen. Dus dat is elk jaar, of elke maand, is dat een groot succes. Jullie maken er gewoon iedere keer een feest van. Wij maken er altijd een feest van in Zorgvliet. Dan wordt dat voor Sinterklaas ook weer een feestje. En dan ga ik vragen of hij misschien een beetje mee wil dansen. Dank u wel. Ja, nou leuk dat u er was, meneer Bakker, hè? Meneer Bakker. Zeg, en Albertje, nou heb ik begrepen dat je zelf ook heel druk bezig bent voor voor Hotel Parkzicht. Ja, dat klopt, Perspiet. Ja, wat voor... Jij regelt daar weer een feest? Ja, wij gaan ook dit jaar weer in Parkzicht een hele mooie theatershow neerzetten. O ja. Ja, met Sinterklaas natuurlijk. Ja. Smulpiet zal erbij zijn. Ja. Pietelientje zal erbij zijn. Pietelientje. En Pepita. En Pepita. Ja. En ik heb ook gehoord dat de band er ook weer is. Jazeker, onze enige echte Pietenband. Hartstikke goed. Maar nou heb ik begrepen dat het vorig jaar liep het een beetje mis. Ik ga ervan uit dat nu alles goed geregeld is. Alles is goed geregeld. Er worden geen fouten gemaakt dit jaar. Nou, dan laten we dat maar hopen, hè, want dat ging vorige keer een beetje mis. En wanneer is dat precies? Dat is op zondag 25 november. Ah, ja. Hebben jullie een website of iets dergelijks? Jazeker, www.zozint.nl. Ah, en daar moet men dan kaartjes reserveren, denk ik. Ja, dat kan. Ja. Of bij de kassa van Parkzicht. Super, dus dat is 25 november in Parkzicht. Zo, heb ik ze nu allemaal gehad of heb ik er nog iemand? Uiteraard wordt er in Wildervank ook een fantastisch feest georganiseerd. Maar natuurlijk. Daar zijn we ook ieder jaar en ik zie er ook ieder jaar weer naar uit. Dag meneer Henk, wat fijn dat ik u weer zie. Geweldig. U bent weer druk bezig met het organiseren van onze aankomst in Wildervank. Ik ben heel druk bezig. Kijk eens aan. En ik neem aan dat alles goed geregeld is, ook van jullie kant natuurlijk. De pakjesboot moet natuurlijk goed gevuld zijn. Uiteraard, pakjes, ja. Nou, de bedoeling is dat Sinterklaas en de Pieten aankomen op Bareveld. Dat is helemaal het eind van Wildervank. Ja, doen we altijd, hè? Bij de sluis. Hè? Ja, dus, bij de sluis. De bedoeling is dat wij daar met die pakjesboot door het kanaal varen. Ja.
En dan richting de Superkoop, het winkelcentrum in Wildervank. Dat is bij de Gele Brug, hè? Ja. Daar stoppen we meestal, ja, toch? Klopt. Ja, ja, de Gele Brug. Ja. Dus elk jaar, meestal is het hetzelfde. Ja, dus altijd een groot feest. Meestal, ja. Veel kinderen. Absoluut, heel veel kinderen. Heel veel kinderen. Ik zie er naar uit. Er komt ook heel veel kinderen van buiten Wildervank. Ja. Ik heb gewoon goed uit Groningen een hele bus vol. Kijk eens aan. Dus ik denk dat er ongeveer 300 kinderen bij de Superkoop staan. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, ja, wij hebben daar een prachtig podium opgebouwd. Ja. Nou, daar worden de pieten kunnen daar dansen. Nou ja, dat was zo vorig jaar. Dus ze kunnen bij Sinterklaas even de tekeningen inleveren. De, ja, de kleurplaten, noem maar, ja, op. Hè? Dus ja, uiteraard. Daar krijgen ze allemaal ruimschoots de tijd voor. Ja. Nou, en dan vervolgens gaan we dan omstreeks 3 uur. Een uurtje dus bij de Superkoop. En dan daarna naar de Margarethe Hardenberg Cultuurcentrum. Ja. Dat is ook een heel groot feest. Oxygen komt daar nog met een heel groot met een dansgroepje, zeg maar. Oh, wat dansen, kijk eens aan. Te maken. Dus iedereen krijgt ruimschoots de tijd om de Sint te begroeten. Fijn. En even in met hem in gesprek te gaan. Dus, ja. Ja. En als ik het goed begrepen heb, doen we dat een weekje later, hè? Een week na Veendam. Ja, een week precies. Na Veendam. Ja, anders wordt het ook wel heel lastig. Nee. Dat is het niet te doen voor ons. Nee. Een week na Veendam. Superleuk. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dan gaan we daar uiteraard weer zijn, maar dat wist u al. Ja. Maar fijn dat ik even alle informatie heb, en dan kan ik dat doorgeven aan Sinterklaas. Goed, bedankt dat u er was, meneer. Oh, dank je. Ik ben Bert Spiet. Annemagreet. Dag Annemagreet. En ik ben van Berestein, van het theater en van het filmhuis. Maar wat een verrassing dat jullie een film gaan doen, begrijp ik net, ja, van Willem. Ja, en hij heet Sinterklaas en de vlucht door de lucht. Nou ja. Dus hoe goed kan het passen? Hier. Maar wat een leuk idee. Ja, op zondagmiddag. En ik heb gehoord dat hij ook zelf nog even langskomt, denk ik. Oh, en welke zondag is dat? De 2e december. De 2e december? Ja, in het filmhuis van Berestein en hij begint om 14:00. En dat is in Van Berestein? Jazeker. Fijn dat u er even was, hoor. En goede reis terug, hè? Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Ja, zeker. Zo. Heb je nog meer verrassingen, Willem? Dat was hem. Nou, kom even bij ons staan. Ik vind het toch wel weer heel fijn dat je ons een e-mailtje hebt gestuurd. En dat je al deze mensen hier hebt geregeld om hier even te zijn. Om te vertellen wat voor feest er allemaal in Veendam gaat gebeuren. En nou heb ik begrepen dat jij hebt iets van cameramensen en mensen die geluid doen. En jij gaat er ook nog eens voor zorgen dat het allemaal op die televisie komt, hè? Ja, we gaan zorgen dat het op de televisie komt. Okay. En we zijn natuurlijk een hele moderne partij die alles op het internet doen. Ja. Dus alles is ook nog weer terug te zien op het internet. En dat is dan die welbekende website waar ik vaak op kijk, parkstadveendam.nl. Geweldig, Piet, dat je dat allemaal weet. Ja, zeker. Maar wij willen ook alle informatie over Veendam weten. Hè? Maar zijn er nog andere zenders waar we het kunnen bekijken? Ja, RTV1 die gaat dat ook doen. RTV1? Ja, dus dat is een heel groot gebied te zien. Volgens mij zelfs in Odoren gaan ze kijken. Ik heb een verrassing voor je. Vertel. Wij kunnen het zelfs in Spanje bekijken. Hé, hey, geweldig. Ja. RTV1. Ja. En de SKV, die laat dat ook zien op hun informatiekanaal. Kijk eens aan. En zijn jullie er ook weer bij als wij aankomen met de stoomboot in Veendam? Natuurlijk, want dat is een hele grote feest en dat moet iedereen zien. Kijk. En ook de mensen die in de bejaardenhuizen zitten of verzorgingshuizen. Precies. Want ze kunnen niet weg, dus ze kunnen door de televisie live meekijken. Live? Live. Direct? Ja, direct. Oh. Ja. Maar ze kunnen het ook terugkijken? Tuurlijk. Ah, dus als ze even een dutje willen doen, kan dat ook? Ja, dat gebeurt wel vaak, hoor. Ja, daarom. Ja. Wat super initiatief. Ja. Echt heel erg leuk. En we gaan natuurlijk allemaal kijken op Parkstad Veendam. Om te zien hoe de intocht allemaal is. Maar het leukste is toch wel als iedereen er gewoon bij is. Dus Willem, hartelijk bedankt dat je dat allemaal doet. En ook allemaal voor ons in beeld brengt. En wij beloven er een mooi Sinterklaasfeest van te maken dit jaar. Is goed. En ik wens je straks een prettige terugweg. Ja, dankjewel. Ik maak me wel een beetje zorgen om de wind, piloot. Hoe denk jij daarover? Nou, de wind is een beetje gaan liggen en het regent niet. Ik denk dat we zo toch wel weer kunnen opstijgen naar een bakje koffie. Ha, kijk eens. We gaan eerst een bakje koffie drinken. Jazeker. Oh, dan ga je direct al naar Spanje. Dat is best een lange vlucht, Piet. Ja, dat is waar. Nee, misschien is een pepernootje of een speculaasje, dat is dan toch wel even prettig. Goed plan. Ja, dat denk ik ook wel. Zeg, mevrouw Albertje, ik weet graag. Heel erg bedankt dat u ons wou ontvangen. Ja. En ik wens u natuurlijk ook heel veel succes met alle voorbereidingen. En wij gaan ervoor zorgen dat Sinterklaas alles weet. Ik ga ervan uit. Goed zo. U allemaal bedankt dat u er was. En tot heel gauw, hè, want we komen heel gauw. We gaan weer op naar Spanje. Het was toch een leuk avontuur in
alle informatie aan Sinterklaas gaan doorgeven. Oh, dat is fijn. En we hopen op een fantastisch feest, hè? Dat hoop ik ook. Ja, ik hoop dat wel dat u uw best daarvoor gaat doen. Hè? Zeg, Albert, je weet graag, hartelijk dank, hè? Dank u wel. Tot volgende week. Dag allemaal. Dag.